als ze in het water valt, lig je eruit. Oh, die is er ook in. Oh ja, die vallen hè. Oh, oh, oh. Oh, 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 ze doet het. Tijd voor een nieuwe challenge. Oh, wat is er? Hoe lang moet ik staan? Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En zoals jullie kunnen zien, hebben wij de gigantische mega flamingo hier achter ons. Want vandaag is de challenge. Wie als laatste de reuze flamingo verlaat, die wint de challenge van vandaag. Gast nummer 1 is Bram. Hallo. Alles goed? Ja, ja, met jou. Ja, dankjewel. Gast nummer 2 is Ize. Alles hallo. Goed? Hallo, ja, goed met jou. Dankjewel, alles goed met mij. En gast nummer 3 is... Oh, Nina. Hallo. Die zag je aankomen, toch? Ja, sowieso. Alles goed met jou? Ja, met jou. Ja, met mij ook, dankjewel. Ga je deze challenge winnen? Ja, sowieso. Oh, oh, oh. Er is wel veel concurrentie, want we zijn vandaag met hoeveel? 5. Ik voel dat de sfeer hier wel goed zit vandaag. Maar nu even serieus. We gaan eraan beginnen. Okay. Wij gaan dus met 5 op de reuze flamingo. En als je eraf gaat, is het gedaan. Mag je er niet meer op, lig je uit de challenge. Dus, mijn vraag. Moet er nog iemand naar het toilet? Nee. Nee. Alles goed met jou, flamingo? Nee! Oh. Go! Oh, die zit er ook in. Oh ja! Daar hebben we dus een gat voor de mensen die de vorige video niet gezien hebben. Bram kon zich niet inhouden. Voilà, Luna zit er ook in. Ga jij eerst of ik eerst? Doe jij maar. Oké. Okay. Ja, oké, okay, gelukt. Iedereen zit aan boord. Yes. Tijd om de challenge te beginnen. Het officiële startschot. In 3, 2, 1, we zijn begonnen! Bram, toon eens onze voorraad. Hup. Oh, oké. Okay, wow. Okay. We hebben genoeg, hè? Ja, we hebben genoeg. Cookies. Voor de gezonde mensen. Oh, banaan. Drank. Drank, oké. Okay. Alles. We gaan meteen beginnen met de eerste challenge. En dat is bladsteenschaar. Oh. De mensen die hetzelfde hebben, die moeten wisselen van plaats. Als je in het water valt, lig je eruit. Zijn jullie klaar? Yes. Bladsteenschaar. No. Yes. 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 I'm sorry. Jullie hebben allebei iets dat niemand heeft. Bladsteenschaar. Schaar. No! Nee, hoezo? Huh? Bladsteenschaar. Oh, wat de heck? Wat? Dit is echt eng aan het worden. Wat de heck? Bladsteenschaar. Yes, jullie twee moeten wisselen van plaats. Oh, oh. Oh, die vallen, hè. Die vallen, hè. Oh, oh, oh. Straks gaan we kap zijn. Oh, oh, oh. Oh, ja, 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 ja. Dat was gelukt. Oh, Luna, ik heb een leuke challenge. Jij zegt een moeilijk woord in het West-Vlaams en wie het als eerste raadt, krijgt een punt. En wie als eerste 3 heeft, mag een challenge verzinnen voor de verliezer. Oké. Estuté. Boterham. Boterham, ja. Ja, boterham. Zijn dat is ja, ja. Dat is jouw spel, hè. Niet komen. Ja, dat is waar. Oké, 1-0 voor Celine. Dat lijkt er zelfs niet op, man. Serieus. Lijkt dat niet op een boterham? Een stutte. Een stutte. Een stutte. Ik zou denken een stoet, een wandelstoet. Oh, wacht, wacht, wacht. Ik heb nog een. Ja? Een verzette. Een vork! Vork! Ah! Punt voor iedereen. Iedereen krijgt een punt. Ah! Oh, wat is er? Een wesp. Oh, wat is er? Oh, ze zit hier. Oh, ze zit hier. Nee, dat had ik niet. Oh, no. Ik heb nog een. Zeg maar, zeg maar. Oké, okay, een toiloré. Toiloré? Een bord. Bord. Een bord. Een bord. Ja, het is een bord. Oké, okay, Celine wint wel de challenge. Maar een bord, hè. Het is echt een bord om uit te eten. Bram, test of je daarop kan staan. Niet doen. Ik zou het niet doen. Doe maar, Bram. Doe maar, Bram. Het werkt, hoor. Ja. Doe maar. Ja, doe maar. Heb je al een challenge? Ja, een challenge voor Bram. Oh, oké. Okay. Bram. Voor mij individueel. Oh, die wesp zit hier. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Kijk, die wesp. Dus de challenge. De challenge gaat als volgt. Bram moet hier rond. Dus oh, no. Zo, maar echt ja. Oh, Bram, veel succes. 3, 2, 1, ja. Oh, oh, oh. En laat het af. Oh, oh, oh. Heel een fabrieke beweging. Pas op, mijn vrouw. Al niet op de rand. Oh, ja, maar ja, ik ken hem. Ja. Ja. Uh-oh. En niet op mijn ballon. Oh, dit is echt super spannend. Oh, met de rand. Kom maar, Bram. Oh, oh, oh. Oh. Oh, nee, nee, die ballon. Die ballon. Oh, die. Oh, al dat water. Ik voel me hier echt niet veilig, eigenlijk. Ja, oh, ja, ja. Yes. Yes. Oh, wow. Luna gaat het toch proberen. Oh, 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 help maar, help maar. Ja. Gaat het, Luna? Ja, hoor.
Wel respect. Je hebt echt gewoon... Wat beeld. Hey. Bram, je hebt daar wel Visser Bram, hè. Ik dacht, als dat nu naar daar gaat, dan gaat dat niet terugschieten. Iedereen aan mij uitlaan op die video. Het is tijd om iets te eten ondertussen. Ja, oh yes. Wil jij iets hebben om te drinken? Ja, dank je. Alsjeblieft. Dit is voor Bram, voilà. En ik ga denk ik voor een banaan. Allee. Toch iemand die gezond is. Bram, ik vond het wel mooi dat je nu wat gered hebt. Ja. Echt waar. Ja. Ja. Reddingsactie Bram. Hallo. Oh. Tijd voor een nieuwe challenge. We doen woordslang met dieren. Ik start, ik zeg een dier. Jij volgt aan. Jouw dier begint met de laatste letter van mijn dier. Wie niet vloeiend kan aanvullen, die moet recht staan in het midden van de flamingo. Ah. En dit wordt echt hard, denk ik. Aap. Paard. Dino. Dino, wat? Oh, wat? Dino. Ja, we rekenen het mee. Octopus. Octopus? Slang. Gorilla. Aap. Heb ik al gezegd, je mag nog eens snel. Snel! Nee, gedaan! Bram! Dat is echt niet vloeiend, hè, Bram. Hier, kloppen, jongen! Yes! Waarom zeg je gorilla? Ja, wat moet ik anders zeggen? Bij G. G, giraf? Oh, iedereen, back up! Ja. Oh. Als ik val, kan ik iemand meenemen, hè? Gaat het lukken? Hoe lang moet ik staan? Gewoon erop staan met twee voeten. Oh, ja, hij doet het! Ja! Oh, wauw! Wauw! Nu moet je er wel nog afkraken, hè? Oh, wow. Oh, en eentje drinken, zeg maar. Het is tijd voor de volgende challenge. Opnieuw wisselen van plaats. Okay. We zeggen alle vijf een kleur. En als iemand een kleur zegt die iemand anders ook zegt, dan wissel je met die persoon van plaats. In 3, 2, 1, blauw. Oh, wie zei blauw? Ik zei blauw. Oh, wat zei je? Wat zei jij zelfs? Bruin. Ik zei blauw. Ik zei bruin. Ik ook blauw. Bruin. Ik zei bruin. Jij had rood, Luna, bruin, ja. Wij drie. Zeg dus nog één keer een kleur en de twee overblijvers wisselen van plaats. 3, 2, 1, rood! Yes! Wow, maar Ize, ja, Ize, ik vind dat jij alleen van plaats moet wisselen. Jij moet naar daar. Ik was heel opletten! Ja, je moet maar opletten! Dat was toch echt vals spelen, toch? Ja, dat was een beetje laat. Hè? Ja, dat was laat, hè. Ja, kan niet. Hoppa! Ga jij ook wisselen, Bram? Ja, ik ga naar daar. Okay. Dat is een mooie open plek. Hier Gaat er ooit iemand de flamingo verlaten? Nee. Bram zit hier wel op zijn gemak te chillen. Ja, ik zit er goed. Heb je een challenge, Bram? Iedereen doet handenstand op de flamingo. Oh. Wacht, Luna, jij kan toch zo'n handenstand en zo? Als jouw handenstand lukt en als je het overleeft en je valt niet in het water, mag je één naam noemen en die persoon moet de flamingo verlaten. Oh, wat? Dat is er niet gelukt. Dat is er niet. Check uit! Ja, oh, wow, joh! Nee, ik weet dat het gaat lukken. Je weet dat het gaat lukken. Oh, ze doet het. Ze doet het. Ja. Bram gaat sowieso iets doen met de flamingo. Hij is even weg. Ja. Heel veel succes nog. Dankjewel. Goed gedaan, hè. I'm out. Doei. Toen waren ze nog met vier. Hier zitten we dus. Op onze flamingo. Hey. Te wachten tot als alle drie de meisjes weg zijn. Dat ben ik. Ik heb jou daarnet gered. En toch kies je mij en gooi je mij in het water. Waarom? Zo grappig. Nieuwe challenge voor ons vier. Yes. Als Bram zegt start, gaan wij alle vier recht staan. Lopen we alle vier achter elkaar. Of stappen we. We stappen een rondje achter elkaar. Okay. Tot als je opnieuw op jezelfde vak bent. 5 minutes later. What? Ja, we moeten rondwandelen. Ah. We zijn hier aan het slapen. Go. Sneller, Michiel! Come on! Voor iedereen is het dus geslaagd, maar Luna, omdat jij mij eruit hebt geduwd, heb ik nog een extra challenge voor jou. Jij mag gaan staan op de rand voor 5 seconden. 5 seconden! We starten vanaf nu. 5. Niet vasthouden! 3, 2, 1. Oké. Bram, mogen we alsjeblieft onze trui terug? Ja, de zon is weg. Jij mag jouw trui terug. Thanks. Allee, iedereen, hè. Ja. Ik en Bram zijn al heel tijd slachtoffers geweest. Ja. Dus nu is het aan die drie hier. Ja, die drie. Die drie. Oké. En Isa. Wij hebben daar
proberen langs te gaan. Ja. Maar nu is het aan hun. Oké, oké. Goeie challenge, Luna. Goeie challenge. Goeie. Wie wil er beginnen? Bladsteenschaar. Ja, Bladsteenschaar. Bladsteenschaar. Wij willen jij hebben lust. Oké, oké. Kom maar, Lise. Go, go, go. Kom aan! Weet je wat Luna als eerste zegt? Nee. Ik voel dat ik dat hier ga winnen, zeg. Ik voel dat! Competitief. Ja. Dat is omdat ik jou gered heb. Ja, dankjewel. Dat is heel lief. Plasticaar! Ja! Ja! Vaststaan, en ik heb het voor jullie ook. Luna! Luna, wat ben jij aan het doen? Hulp voor Michiel, Linax hier! Nee! Daar! Andere kant! Oh, 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 oh! Zo kan het ook, hè? Wauw! Ik heb een tactiek gevonden! Wauw! Voilà, ja! Slim! Ja! Ja! Zo kan het dus ook! Ja! Kom maar, hè! Celine, het is aan jou! Go, go! Moet je helpen? Ze gaan mijn tactiek gewoon toepassen! Oh, oh, oh! Ja, proberen! Proberen! Je hebt al rond! Allee, wat een kom maar! Je mag helpen, ja! Help! Moeilijk, hè? Echt niet normaal. Let's go. Maar je had ook geen hulp van Luna. Oké, wij zijn nog maar met twee. Dus ja. Spannend, het is spannend. Nee, maar het is niet spannend. Ik zeg al van in het begin dat ik gewoon ga winnen. Nee, ik ga winnen. Ik ga winnen, sowieso. Ik vind het wel leuk dat jij het nog spannend maakt. Maar ik wil sowieso. Wow, 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 wow. Rustig. Rustig. Wow, wow, wow. Rustig, rustig, rustig. Tijd voor de volgende challenge, Luna. 10 seconden recht staan op één been. Celine gaat timen. Let's go, Luna. Let's go. Come on, Michiel. Come on. Hey. Come on, Michiel. Hey. Luna. Luna. Bravo. Michiel, come on. Luna. Zijn jullie klaar? Oké, ja, wij zijn klaar. Maar wat gebeurt er als het niet lukt? Ja, dan dat ga je wel zien. Oké, dan gaan we niet verklappen. Oké, 10 seconden. Ja, in 3, 2, 1, 10, 9, 8. Oh, nee, 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 nee. Oh, oh. Even denken. Ik heb een straf gevonden. Voilà. Jullie krijgen allebei een blinddoekkop. En jullie moeten allebei één toertje rond de flamingo stappen, kruipen, voelen. Alles mag. En als het fout kan gaan, dan roep ik gewoon stop. Ze hebben de blinddoek gekregen. Even testen of ze niks meer zien. Ja, vind ik ook wel. Hoeveel vingers toon ik? 3. Wow. Yeah, yo. Oké, ik doe nu niks. In het water. Nee, oh, ik zie echt niks. Oké, nog eens. Hoeveel nu? 4. Oké. Okay, ik kan niet meer zien. Luna. Luna, hoeveel vingers toon ik? 18. 18, juist. Luna, steek eens je hand uit. Oh, waar ben je? Luna steekt haar hand uit de lucht. Ik ben een oriëntatie. Natuurlijk ga je het niet voelen. Ik ben een oriëntatie geweest. Maar, nee, Luna is al... Ah, ja, ja, okay. Je mag niet op je knieën kruipen. Oké, maar wel onze handen gebruiken. Ja, mag zeker. Luna, wat ben jij hier al bij mij? Ja, ik voel uw hand. Misschien moet jij dan wel de andere richting uithalen. Wow. Oh, wat is dit? Oh, is dit al de race dingen? Oké, dit is de kop. Oh. 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 Zie me, ik voel de deur. Come on. Come on. Oh, oh. Oké, Michiel zit terug op zijn plaats. Echt? Ja. Oh, come on. Luna is zwaar. Wakker worden. Oh. Ik heb daarnet mijn handenstand doen. En ja. Nu mag jij dat eens doen. Ik moet handenstand doen. Ja, oké. Okay. Ja, zonder hulp. Ja, 3, dat is echt gevaarlijk. 2, 1. Ja. Dat was echt een handenstand. Dit was de video. Ja. Peace! Ik vind het wel oneerlijk, Luna, want ja, jij kan handenstand en ik niet. Dus ja, je moet wel een challenge voor mij verzinnen die ik kan. Ik heb wel een challenge wat jij kan. Ja? 5 keer de bal hoog houden op de flamingo. Oké. 1, 2, 3. Ik zit er
nog. Wow. Oké, ik kan het wel makkelijker maken. Je mag je vasthouden aan het hoofd van de flamingo, maar dan moet je wel 10 keer gaan houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Kom op! Oké. Ik heb een nieuwe challenge. Woehoe. En de challenge heet Storm op zee. Ik ga dus heel de tijd heen en weer zwieren met de flamingo. Jullie moeten recht staan en wie valt, ja, die ligt eruit. Zijn jullie klaar voor de storm? Ja. De storm komt in 3, 2, 1. Storm op zee! Minutes later. En ondertussen zijn Michiel en Luna gewoon aan het chillen. Eens checken of Luna nog scherp is. Céline weet wat ik bedoel. Hup! Oké, dit is gewoon veel te makkelijk voor jullie twee. Ik heb een nieuwe challenge. Jullie staan allebei recht op de flamingo. Ies en ik gaan gewoon naar binnen iets gaan eten. Ja. En jullie moeten blijven recht staan heel de tijd. Okay? En hoe ga je dat controleren? Ik kan jullie zien van binnen. Oh, oké. Okay. Veel succes en tot straks. Dankjewel. Ize en ik zitten dus binnen. We hebben net iets lekker gegeten. En Michiel en Luna staan er echt al een kwartier of langer, denk ik zelf. Gewoon recht te staan. We gaan even een beeldje tonen. Oh, check dit. Wat doen ze? Ze zijn gewoon... Oh! Oh my god. Dat gaan we nu naar buiten. Ja, ik denk dat we beter naar buiten gaan. Wat is dit? Ik vind het momenteel veel te saai. Dus ik ga gewoon storm op zijn. Doe maar. Ik heb echt die flamingo nodig. Oh-oh. Oh, oh. Het zakt gewoon helemaal door. Ja. Dat is echt vies. Wat doe je? Wat doe jij nu? De challenge is gedaan, afgelopen. En hier is onze winnaar. Hey. Supergoed. We hebben super lang op die flamingo hoog gezeten. Nee. Echt lang. Maar ik ben gewonnen. Hey. Applausje voor mezelf. Ik vier op jou. Dank u. Alright, Luna proficiat. Je hebt de challenge gewonnen. Hopelijk vonden jullie dit een super leuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Want voor hoeveel likes gaan we? 20.000 likes! 20.000 likes! Bedankt voor het kijken en wij zien jullie in de volgende video. Peace! Oh, damn.